Hey awesome kijkers van Dus David Games. Welkom bij Communitycraft met mij. Alleen met mij. En we hebben vandaag een aantal dingen. In de titel zie je ook uh, een beetje het onderwerp al. Dus uh, blijf even kijken. Geen introductievideo. Geen leukste stukje vooraan. Even geen uh, vlogje tussendoor waarin ik vraag of je gaat liken. Want ik vind dat deze video moet je zelf bekijken of je hem wel of niet gaat liken. Waarom? Dat wordt allemaal uitgelegd. We beginnen even met jullie reacties van de vorige video. De beste kingdom grappen. Waar zijn jullie mee gekomen? Nou, deze is natuurlijk de leukste. Heel makkelijk. En ik heb hem zelf niet gedaan omdat hij te makkelijk was. Maar het is het grootste inkoppertje van allemaal. Wat is het favoriete snoep van de kingdom? Elementos. Oh. Niet bedoelbaar. Het kan. Maar hij wordt leuker. Even kijken. Empire is bij de tandarts. Gratis. los. Oh. Weer een empire grapje. Die naam is gewoon zo makkelijk. Maar de leukste suggestie uh, van uh, de mensen uit de reacties vond ik toch wel deze. En dan gaan we verder. Uh, wenk, welke winkel op de kingdom is het goedkoopst? Rag gratis. Ah. Weer een empire grap. Empire elementen zijn voor mij het makkelijkst met, uh, met, met grappen. Denk ik. Ik weet niet zeker. Maar hey, uh, check even dit. Het volgende. Oh, ik zal even mijn spulletjes daarvoor dumpen. Ehm um... Ja, meer, meer Kingdom-grappen. Ah, zo grappig. Goed, maar waar het echt om draait... Waar het om draait? Wat zit hierin? oh uh, Mijn spullen gaan we even hierin doen. Waar het echt om draait is... Um, uh, ja, waar ik het even met jullie over wil hebben. En dat is wat ik... Kijk, DLG heeft gelukkig heel veel super trouwe kijkers. En voor die kijkers kun je eigenlijk niks verkeerd doen. Uh, ze vinden je altijd awesome. En ze vinden de series die er nou zijn tof. Uh, ze missen niks. Ze zijn gewoon tevreden. Ze vinden het een superleuk gamekanaal. Maar... Um, er zijn natuurlijk. Oh, hiervoor maak ik het even. Time day. Time day. Uh, er zijn natuurlijk een aantal mensen die uh, wat kritischer zijn. En die zeggen: van, hé, hey, daar vind je mij kut. Nou, dat zijn, noemen we dan een hater, daar doen we dan niet zo heel veel mee. Um, maar, weet je, en ik heb me helemaal niet laten beïnvloeden. Opgepast, groot gat, dank u. Ik heb me helemaal niet laten beïnvloeden door, uh, door negativiteit of iets dergelijks. Alleen, ik mis zelf op zich ook wel wat bij DDG. En. Daar zit ik best al een tijdje mee, ongeveer twee maanden. En dat is niet simpelweg op te lossen met meer kingdom. Want uh, het gaat mij om het volgende. En ik ga hier nog een hele grote video over maken. Uh, ik doe de uitleg trouwens terwijl ik dit parcours heb gemaakt, die Twissem voor mij gemaakt heeft. Ik vind het heel tof, hij wil mij graag dood zien vallen volgens mij. Um, ik ga daar nog een duidelijke uitlegvideo over maken, want er komen een aantal dingen aan. Dat zeg ik, dus ik eerst even uitleggen. Uh, vanaf volgende week begint dus David elke dag een video. Dat kunnen vlogs zijn, dat kunnen mini-sketches zijn, parodies. Uh, van alles en nog wat. Maar ik zorg niet dat er elke dag een video is van mij. Dat betekent dus ook het einde van de vlogs op uh, DDG voor mij. Maar dat wisten jullie natuurlijk al. <coughs> Excuse me. En. Um, ja. Als dat gaat gebeuren, dan gaat DDG ook veranderen. Ik heb het gisteren, volgens mij, in de CC. Heb ik het ook een beetje gezegd. Van. Ja. Er gaan wat mensen uit het DDG? En eigenlijk meer. Kijk. Ik hoef niet. Zoals een stuk tv of een N zo. 100 of 200.000 weergave op elke video. Dat is logisch, want niet iedereen vindt Pokémon leuk. Niet iedereen vindt Communitycraft leuk. Je hebt allemaal je eigen voorkeur. Um, ik word er zelf alleen een beetje zat van. Dat als je. En ik heb dat dus met, met zo'n videootje in Bij Dogs heb ik dat gedaan en bij Communitycraft heb ik het getest. Of dat klopte. Ik vind het jammer en ik vind het een beetje onzin dat je. Um, bij wijze van spreken, je, je kleine nichtje of je moeder. of... Dat je iets heel geks moet doen om nog een like te krijgen. Kijk, ik doe dat zelf ook niet. Er zijn, er zijn gasten die dat nooit vragen op YouTube. Die ik altijd een like geef. Gewoon de series die ik dan volg, zeg maar. Die vinden jullie waarschijnlijk niet leuk. Maar misschien ook wel, ik weet het niet. En dat mis ik. Het moet allemaal gekker. Het moet allemaal raarder. Je moet allemaal half misleidende titels gebruiken. Ik heb dat ook geprobeerd afgelopen maand. Door gewoon... Ja, weet je. Dan heb je community craft waarbij je... 25 minuten iets doet en 1 minuut daarvan zijn dan Kingdom Grappen. En de titel is dan Slechte Kingdom Grappen. Met ik die daar zo op staan. En ik van ja, weet je, en die is 40.000, 50, 50.000 keer bekeken in een dag. En dan heb ik een normale Communitycraft aflevering die net zo leuk is. Gebeurt ongeveer hetzelfde in. Die zit dan op 20, 25... Ik snap dat niet. En ik ga daar met jullie een voor jullie een video over maken. Um, wat ik daarvan vind, wat ik hoop dat jullie daaraan gaan doen, of jullie er wat aan gaan doen. Um, maar allereerst hoort daar, en dit is dan even in mijn nederigheid. Iedereen die ooit zegt het nou, is arrogant, hou godverdomme je bek, Je kent me gewoon niet. moet gewoon een keer gezegd worden. Uh, ik begin alvast met mijn parcoursje. Dan kan ik me wat beter focussen op de dingen die ik zeg, gaat wel lekker. <laughs> maar we komen er ooit wel. Misschien val ik wel dood. Een um, en, en welgemeend. Um, ja, excuses, om het zo maar te zeggen. Ik vind namelijk, en dat heeft helemaal niks te maken God voor datzelfde blokje. Het heeft helemaal niks te maken met dat, uh, dat uh, DDG uh, dus anders gaat, of dat er mensen uitgaan. Maar ik vind gewoon dat, dat ik uh, het beter had kunnen doen de afgelopen tijd. Ik meen het serieus. Ik had waarschijnlijk uh, als ik bepaalde dingen niet had gedaan. Bijvoorbeeld als ik met, niet meer met, met dus David vlogs was begonnen. Had ik waarschijnlijk uh, uh, Kingdom 150 al af kunnen hebben. Ik zou gewoon elke week een parodie moeten maken. Iets waar jullie om vragen. Oh. Um, ja, en het, 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 is gewoon, het is gewoon niet goed. Dus ik, ik weet zelf ook. Um, DDG nog steeds. 10.000 abonnees in de maand erbij. 6, 7 miljoen weergaven. Het is super tof. Uh, maar op een of andere manier. Oh, <laughs> groei ik uh, niet, niet uh, door. Zoals bijvoorbeeld uh, Enzo. met 10, 15 miljoen weergaven in de maand. Ik hoef dat ook niet trouwens. Want um, weet je. Ik verdien nu al wel genoeg. En ik, ik hoef niet. Ik hoef niet de, de, de 10, 15 miljoen views. Dat is echt. Dude, ik. Ik hoef niet binnen een jaar miljonair te zijn. Um, en ja, gewoon, daar, dat meen ik serieus. Mijn excuses dus voor dat het niet optimaal was. Dat het waarschijnlijk zelfs beter kon. Uh, en dat gaat dus ook beter. Alleen geef me daar even een weekje voor. Dan maak ik voor over alle kanalen die uh, veranderingen gaan. Ket! Uh, die veranderingen gaan krijgen. Uh, ga ik een, um, ja, een video maken. Ja? Doen we dat? Oké, okay, we doen dat. Oké, okay, ik heb het idee dat ik deze jump sowieso niet ga halen. Twist een beetje zeker dat de te halen valt? Ik, ik weet het niet. Ik begin er sterk aan te twijfelen. Ik ben niet zo slecht in. Um, ja, weet je, ik kan ook wel het kort alvast een paar dingetjes uitleggen hoor. Wat er uh, gaat veranderen. Er zijn een uh, aantal mensen uit. Onder andere Samal, die had het druk voor zijn eigen kanaal, uh, die is uit, uh, uit het, het, het team. Uh, Mark Hoeks uh, van Smoor. Zal ik nog wel wat mee doen, maar waarschijnlijk wat minder vaak. Omdat hij het gewoon heel erg druk begint te krijgen met zijn eigen kanaal. Is ook logisch. Hoe ga ik dit ooit halen? Ik denk dat ik het niet ga halen. Kut. Ja, twist om deze niet te halen. Fuck jou. Ik blijf hem gewoon proberen. <laughs> het lukt vanzelf een keer. Um, ja, en, en ook, uh, ook uh, Kai onder andere. Die zal waarschijnlijk met zijn Zeus items gaan stoppen. Die uh, uh, heeft dat... Serieus? Dat kleine stukje? Oh, ik waarschijnlijk dat. Die, uh, die zal um, waarschijnlijk um, ja, wat meer tijd dus in de kanaal steken. Dat betekent dus ook dat er weer een mogelijkheid is. Kut, ik had niet in een bed geslapen. Dat er weer plekken bij DDG over zijn voor nieuw talent. En die ben ik al aan het benaderen. En wie weet. Dus misschien doe ik ook wel een. een, 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 een Zo'n conceptje wat Milan heeft, weet je wel. Waarbij je uh, de nieuwe DDG er kan, uh, kan kiezen. Ik weet het niet helemaal. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie mijn excuses een beetje aanvaarden. Ik hoop ook dat jullie DDG enorm de kans gaan geven om te laten zien uh, ja, wat, het, wat het kan. Het is namelijk best wel uniek. Al zeg ik het zelf. Uh, er zijn meerdere kanalen waar meerdere mensen uploaden. Uh, maar misschien niet zo divers. Um, ja, denk denk aan, aan, aan de Kees en de Vincent en de Faco en David en noem maar op. Tino, Timo, Ronald. Joris. Iedereen heeft gewoon zijn eigen bepaalde stijl en serie. Het hebben wel meer kanalen, maar die zijn vaak of in hun eentje dat ze dat doen. En dan hebben ze maximaal één of twee dingen. En ik weet niet, ik vind het hele idee van met een community iets uploaden, dus met een hele grote groep. Ik vind dat nog steeds heel sterk. Wat de fuck is dit? Ik kom hier een keer niet kijken en een of andere mogol heeft hier een huis gebouwd. Op de spawn. Het is ook inmiddels ook alweer weggehaald, zie ik. Maar. Waarom zou je dit willen? Waarom, waarom zou je dit doen? Wat een lelijk huis. Waarschijnlijk Metaboy. Die bouwt dat altijd op rare plekken. Hij is er niet, niet eens afgemaakt. Oké, okay, dus er is schijnbaar iets in de sprong gebouwd. Maakt niet uit. Um, maar ja, gewoon geef DDG daarin binnenkort gewoon even een kans. Over een weekje dan gaan we helemaal los. Dan ga ik elke dag een hele toffe video voor jullie maken. Op dus David. We hebben natuurlijk ook nog steeds Club, Waar ik ook nog een paar keer per week te zien ben. En DDG, waar ik elke dag um, mijn eigen series heb. En heel veel andere series van andere gasten. Die uh, super tof zijn. De, zie je het een beetje als een soort keurmerk. Ik ga gewoon uh, elke video, dat deed ik al, maar ik ga elke video nog duidelijker bekijken. Als een video niet goed loopt, dus als het niet heel goed bekeken wordt of het heeft belachelijk weinig likes, zullen we hoogstwaarschijnlijk de video gaan schrappen op DDG en uh, die director, die uh, YouTuber een andere serie geven. Geldt ook voor mezelf trouwens, uh, zoals Watchdogs, uh, die, die zal binnenkort ten einde zijn. Uh, omdat het gewoon, ja, niet meer bekeken wordt. Laat we eerlijk zijn, 400 likes in een dag. Nou, dat is uh, zeg maar niet heel veel. Hey. Nou, ik dacht, het is wat. Um, ja, en daarnaast, binnenkort dus Kingdom 150. Die zal een weekje daarna zijn. Dus nou heb je nou ook zo'n beetje een datum voor wanneer Kingdom 150 er is. Heel veel mensen vroegen daarom. Maar wanneer is hij? Nou, dan dus. En um, een nieuw project, namelijk Solo. Dat heeft niks met club te maken, niks met Dus David. Project Solo. Schrijf het vast in je agenda, want ook die gaat binnen een aantal weken komen. Um, nou weet ik dat ik met Shipwreck, heb ik toen gezegd van... Ja, jongens, het is echt een goede vervanger voor Kingdom ook. Um, dit is alleen next level. Zeg maar. Om het, ik kan het moeilijk uitleggen, maar het is wel next level. Dus. Daar um, zijn we heel druk mee bezig. En wordt heel erg tof. En die komt. Dus dat is een van de dingen waarmee ik eigenlijk. Uh, mezelf weer omhoog wil trekken met DDG. Waardoor ik eigenlijk weer dat. dat, dat... Vooraanstaande gamekanaal zijn. Want ik, ik moet heel eerlijk zijn. Ik moet begin wel, wel het idee te krijgen dat het dat d Wat groter en, en, en beter is dan DDG momenteel. En er zijn wel meerdere YouTubers die. Uh, ja, die sneller groeien, die, die toffere. Uniekere content hebben. En um, ja. Dus. Maar dat is trouwens helemaal geen haat naar directors toe of zo. Want ik vind dat iedereen heel goed zijn best doet. Moet het alleen duidelijker neerzetten. Wat is wat nou precies? Wat kun je verwachten? Wanneer kun je dat verwachten? Uh, ook feedback vanaf jullie. willen jullie vaker bijvoorbeeld video's zoals Crash Tastic of uh, zoals dat Minecraft zonder blokken, die rare game dat. Uh, ik weet niet eens meer hoe het heet. Unrelated of zo? Een nog iets? Een nog wat? Ja, super raar. Maar die werd heel goed bekeken. En schijnbaar is dat, zijn dat dingen die jullie heel leuk vinden. Dus ja, als dat zo is, dan laat het even achter in de reacties. En dan, uh, dan gaan we daarmee bezig. Bij, uh, ik wil gewoon echt goed luisteren naar wat jullie ook willen. Dat was hem wat betreft Communitycraft. Ik ga terug het hele end. Vinden jullie het van mijn hoed? Ik vind hem mooi. Ik vind het een, uh, een duimpje waard. Of, een, uh, of een, een haatreactie. Wat je wil. En uh, ik zie jullie de volgende keer weer bij Community Care. Waarin we gewoon weer lekker gaan survivalen. En niet meer babbelen. Niet meer gaan falen in jump parcours. niet meer gaan beloven dat het beter wordt. Maar het ook daadwerkelijk beter maken. En als reactie laat nog maar een paar van die Kingdom-grappen achter. Want ik lig echt helemaal dubbel. Ik hoop jullie ook. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer. Geen auto trouwens. Je kan niet doorklikken naar andere dingen. Maar abonneer dus eventjes. En check even de playlist van Community Craft. Bedankt voor het kijken.